Nou. Nou. Zegt u het maar. Waar zit je? Wat heb je gedaan? Ik zit wederom. Hoe voel je? Ik zit wederom op de kop van de Alpenweg. Hetzelfde tentje waar we gisteren zaten. Nu met 13,2 kilometers in de benen. En 21 bochten achter de kiezer. In een stukje omgeving pak ik mee. Sorry, daar zit al wel interview. Niet uit. En zeer voldaan. Waarschijnlijk niet te zien, maar afgepeigerd. Maar wel zeer, zeer, zeer voldaan. 1 uur 21:17 is onze tijd. Nu nog afdalen, waar we nog meer tegenop zien dan tegen het klimmen. En dan verwennen wij onszelf met de man een fles rode wijn. En ikzelf een lekkere pak Marlboro Light. In de rest van de dag doen we helemaal niks. Ja, waarschijnlijk ga je nu vragen hoe was het begin, ja, waar we gisteren gestrand zijn. Hoe was het na bocht 1, zal ik maar zeggen, of tijdens bocht 1? Ja, tijdens bocht 1, als je je plekje waar je gisteren gestrand bent dan voorbij bent, krijg je gewoon een kick, krijg je gewoon moraal. En ja, mag ik dan zeggen dat je dan vleugels krijgt? Ja, dat mag ik. Ik kreeg vleugels tot bij bocht 9, hadden we even een kleine pitstop. Dat jij mijn Steven Roosbocht. Even hout op de film genomen, even een drankje genomen. En daarna zijn we doorgegaan tot Andy Hampston. Dat is voor mij bocht 4 of bocht 5. Daar hebben we het laatste sjoegie nog mee naar binnen gewerkt, wat betreft krachtvoer. Nou, daarna verlanden we die berg, op. Nou, niet ingehaald. Oké. Okay. Kan je omschrijven wat je voelde toen je het schavot doorkwam? Ja, toen het schavot kwam, ik heb het binnen niet echt maar emotioneel, jongen, maar de tranen sprongen in mijn ogen, ben ik serieus. En ik keek even naast me met de persoon met wie ik hand in had over de finish kwam en die had ook tranen in zijn ogen. Dus zo trots zijn we op onszelf. Is dit de foto is you together? Yes, later we'll be doing an interview, oké? Okay. Dutch television, dat is het net. Dit is television. Is dit een eenmalige exercitie of staat er nu nog meer op je lijst to do? Maar op dit moment is dit zeker een eenmalige. Ik denk niet dat ik hem heel snel nog een keer zal doen met dit hele verhaal. Ik vind Zandvoort heen en weer of Den Helder heen en weer vanuit Noordwijk, dat vind ik misschien wel beter. Maar dit is echt bloed, zweet en traan zoals A-Hazes dit zou typeren. Wil je nog wat kwijt? Ik ben trots op Erik. Ik ben trots op mezelf. En ik ben eigenlijk, ik kan wel heel verhaal opgenomen dat ik blij ben met mijn vrouw en met mijn kinderen. Ben ik ook, maar dat gaat nu eventjes niet op. Dus ik ben zeer voldaan, maar ook zeer, zeer moe. En à tout à l'heure, il va soon.